Waarom drijft er allemaal stof in mijn koffie? Ja, dat komt door die suikerklauwtjes. Dus ik zei nog, ze zijn allemaal uitgevallen. Je moet die er niet terug insteken. Ja, nu hangt mijn koffie vol met stof. We zitten in de Mobilo. We zijn ondertussen al een uur aan het rijden. Het eerste uur van ons leven in deze Mobilo. Vanavond gaan we slapen net over de grens in Frankrijk. We hebben dus een app die heet Park for Night. En daar heb ik een gratis kampeerplek gevonden. Zo'n parkeerplek, zeg maar, voor campers waar je ook elektriciteit en zo kunt fixen. Dus mega chill. Ik ben kei benieuwd. Het is de eerste keer in ons leven dat we dat gaan doen. Eerste keer überhaupt dat we met een mobilhome weg zijn. Of camper, hoe dat je het ook wilt noemen. Ik vind mobilhome echt een irritant woord, maar camper eigenlijk ook. Klinkt zo Nederlands. Camper klinkt zo te Nederlands, maar mobilhome, dat klinkt zo te... Dat is helemaal raar. Je moet een nieuw woord bedenken. Dit is Oscar. Ja, dit is Oscar. Dus je moet hem gewoon Oscar noemen. Dit is de eerste dag in Oscar. Dat klinkt keirang. We gaan vandaag maar 2 uurtjes rijden, want we zijn eigenlijk pas om 3 uur in de namiddag vertrokken. We hebben die nog gaan wegen. We zijn nog inkopen gaan doen. Ik heb letterlijk een hele deep cleaning van deze mobilhome Oscar gedaan. En dat duurde letterlijk 2 uur. We zijn nog naar de supermarkt geweest en nog helemaal volgetankt. En we zijn gewoon trage mensen. Dus tegen dat we vertrokken waren was het 3 uur in de namiddag. Het is ondertussen 4:30. Het is al 4:45. Oh, er staat geen caravans. Maar daar is wel een camping. Oh, ik hoop dat er nog plaats gaat zijn. Oh, en die mensen hier zo gezellig met hun tafeltjes. Oh my gosh. Dat wordt hier wel echt een vibe volgens mij. Volgens mij moeten wij hier aan tussen passen. Stop! Oké, klein probleem. We weten niet hoe we de gas moeten aanzetten. Om te koken en voor de ijskast. Ik heb een YouTube tutorial gevonden over die ijskast. Ja, nu precies. Ja, yes! Ja, nu brandt het. Ik vind het wel verwarrend, want de symbolen dat erbij staan is een dingetje. Ja, je hebt een bolletje en een bolletje met een kruis door. Ik dacht, een kruis erdoor wil zeggen... Ja. Ah ja, maar ja, het is toch logisch als dat zo staat, dan is dat dezelfde dingen als die kabel, als ja. Die leiding. Dus ja. Nu staat alles open, nu dus nu is die nog. Oh my god, mensen, check deze. Mooi. Maar jongen, deze mes is echt useless. Dan moeten we morgen messen zien te vinden ergens. Ja. Veel groentjes, hè. Ik heb geen vork. Hey, smakelijk. Bon appetito. Het is al 9 uur. Ik heb uitgerekend, morgen zo'n 7 uur rijden of zo. Dat zou best zijn, denk ik, want we zouden normaal tegen 5 uur. En dus moeten kunnen. En waar geraken we tegenaan? De hoogte Lyon zal wel zijn. Wacht eens, we hebben de waterpomp niet aan staan. Aha. Dat wordt echt niet warm. Ja, maar misschien heeft dat even nodig. Zo, warm water werkt dus niet, of nog niet. Wanneer men de boiler langdurig aan wil hebben staan... Ah, je moet dat een 30 minuten laten opwarmen. Ja. Het is ondertussen 11:30. Maar deze parkeerplek is zo stil. Ik hoor letterlijk niemand. Dus ik wil zo geen lawaai meer maken. Anyway, ik ga nu nog douchen. Want we hebben ontdekt dat die boiler dus na 30 minuten warm wordt. Dus ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. Wish me luck. Was een challenge, want je mocht niet veel water verbruiken. Dus kinderen, dat je zo de douche moet aanzetten en dan zo afspoelen, inzeepen, terwijl dat de douche uitstaat, dan is het kei koud en dan terug afspoelen. Wel, dat was de douche, maar ik had wel warm water, dus that's great. En nu voel ik me helemaal refreshed. Anyway, het is nu 11:30, denk ik. We gaan nu slapen. Eerste avond in dit bedje. En honestly, ik heb allemaal nieuwe overtrekken gekocht en al. En I am happy. Eindelijk, na zoveel maanden, nog eens mijn eigen kussen voor de eerste keer. Slaap wel en see you tomorrow.
Goedemorgen. Het is 8:30, denk ik. En honestly, ik heb echt slecht geslapen, want die tafel is echt kleiner. Die tafel. Dat bed is duidelijk kleiner dan ik had verwacht. En ik slaap altijd zo in een foetushouding met mijn knieën helemaal opgetrokken in een balletje. Maar dat neemt meer ruimte in beslag. En dan zat ik altijd geklemd tussen Mats en de kast. Anyway, het was wel super nice om hier wakker te worden. Zo midden in de natuur en zo de raampjes open. Wauw. Waarom drijft er allemaal stof in mijn koffie? Oh, dat is misschien van mijn suikerklontjes. Het gaan douchen. Er drijft allemaal spul in mijn koffie. Ja, dat komt door die suikerklontjes. Ik zei nog, die zijn allemaal uitgevallen. Je moet die er niet terug insteken. Je hebt toch die suikerklontjes die er waren uitgevallen er gewoon terug ingestoken? En nu? Ja, nu hangt mijn koffie vol met stof. Oké, deze keer geen stof. Maar wel, deze. Deep in a world of secrets, that's where you find the magic. Easy to disbelieve it, difficult to imagine. We are unstoppable if we break down. Je bent geambieerd. Oh, dat is hier. We zijn aangekomen op een super mooi rustig plekje, letterlijk aan een meer. Allemaal dankzij die app die ik heb. Ik heb twee apps, Spark for Night en Axie. En deze heb ik via Axie. Dat is denk ik €23 voor een heel jaar. En dan heb je zo ook korting op campings en zo, super handig. Maar ik moet super gaan plassen en onze wc is al vol. Dus nu is de eerste keer dat we gaan uitkappen. Let's go. Oh nee, dat weegt wel veel. Maar wat, dat weegt veel. Maar ja, al dat water dat je doorspoelt zit hier ook in. Ja. Doe niet mijn adem. Maar dat ruikt niet, want door die chemische shizzle. Dat gaat bloempjes ruiken, of wat? Ja, tulpen. Oh nee, dat is allemaal groen. Ja, dat is toch dat product dat erin moet, Slimmy? Ja, dat is zwaar toxische shit, man. Misschien hadden we eerst een tutorial moeten opzoeken. Oh my god. Oh my god. Mijn hier. Dat is wel laag. Dat is de kindertafel. Tada! Yummy! Het is weer dezelfde pasta als gisteren. Want ja, we zijn niet zo vindingrijk als we aan het reizen zijn. Maar I like it so smakelijk. Maar zo eerst de azijn. Maar dat is voor straks voor te kuisen. We gaan dat niet drinken. Het is ondertussen 8:00 en we gaan nog even wandelen en de buurt verkennen, want het is hier zo mooi. Ik zie er echt niet uit, ik ben echt een fucking slons, maar kijk, laten we daar even niet op letten. Kijk hoe mooi. Wauw. De beats die die owner staat in raam te kijken. Denk je die echt zo? Allee, het is weer. Ja.